Ik had toch dit, meneer Van Dijk? Ja, maar ik denk dat het wel zo is. Ja, het is een verhaling. Nog even over uw toekomst, meneer Koolmees. Heel simpel, hè? Staat u eigenlijk op de lijst voor de verkiezingen? Nee, ik sta niet op de lijst. Ik heb 7,5 jaar ben ik Kamerlid geweest. Dat was heel eervol. En nu heb ik 3,5 jaar ben ik minister geweest. En dat vind ik leuker. Maar u staat niet meer op de lijst? Nee. Vindt u dat jammer, mevrouw Kaag? Want het is een populaire minister, hè, die hier zit. Ja, absoluut. Ik hoop sowieso natuurlijk dat Wouter gewoon nog doorgaat in de politiek. Hij hoeft niet op de lijst per se. Ik weet dat hij beschikbaar blijft voor D66. Maar dat zijn heel veel manieren waarop je dat kunt doen. Oké, niet meer op de lijst, dus niet meer in de Kamer. Eventueel nog wel beschikbaar als minister? Daar gaan we over nadenken en over praten. Maar eerst de inhoud. En eerst de zetels halen. Ben bent u beschikbaar als minister, ja of nee? Daar ga ik over nadenken de komende periode. U bent er nog niet uit? Nee, daar ga ik gewoon gezamenlijk mee in overleg met Sigrid. Maar u gaat sowieso niet de Kamer in? Nee, de kandidaatstelling is vandaag gesloten. Ja. Ik had eigenlijk de indruk dat u het wel naar uw zin had als minister. Dat heb ik ook, ja. Dat zei ik net ook. Ja, daarom dacht ik van ja, die gaat gewoon nog wel, die is nog even beschikbaar. Ja, nee, maar ik heb 7,5 jaar met heel veel liefde Kamerwerk gedaan. Een hele belangrijke taak gedaan als financieel woordvoerder, vind ik zelf. Ja. Maar nu, na 3,5 jaar minister, heb ik ook een andere wereld gezien. En ik vind het ook heel fijn om akkoorden te maken en compromissen te verzinnen en proberen partijen bij elkaar te brengen. Ja.